Nou, we hebben hier in de buurt geconstateerd dat we nogal wat eiken hebben. Eikenprocessierups is daarbij. Nou, het is een project in de gemeente gaande om kastjes op te hangen die daar tegen helpen. Nou, daar hebben we niet op gewacht. Wij dachten, we doen het gewoon zelf. Dus ik ben de buurt rondgegaan en eigenlijk iedereen was direct voor. Nestkastjes aanschaffen en ophangen. En betalen jullie dat zelf? Nou, dat zouden we best wel kunnen doen, maar we hebben toevallig was er een klein cultuur of klein groenfonds, provinciaal groenfonds Overijssel. Daar hebben we gebruik van gemaakt en die vergoedt eigenlijk de nestkastjes. En die nestkastjes zijn met een doorsnee van 30 mm, neem ik aan? Ja, de centimeter is van 28 tot 32 mm inderdaad. Dat is voor pimpelmees, koolmees. De zwarte staartmees zou er wel in kunnen. We hebben ook een nestkastje voor de mus opgehangen, voor de gein. En wat voor, die komen nog voor de winterkoning en ook de hegemus. Is dat alleen maar nestkastjes of komen hier ook nog bloemetjes bij? Nee, we willen inderdaad meer doen. We willen nog wat bloemenstroken aanleggen. En ook een border aanleggen met vaste planten. En met name met bessendragers. Want we constateren eigenlijk dat deze hele wijk, de Roofstraat en A-straat, zeg maar tegen de A aan, heel veel mooie bloemen heeft. Bomen, zoals deze. Kijk, deze bloeit. Deze heeft waarschijnlijk besjes, maar daar zie je er niet veel van. Dus we willen bijvoorbeeld een lijsterbes ophangen, kardinaalsmuts ophangen, zeggen planten, kardinaalsmuts planten, meer bessendragers. Goed, dus in de tijden dat het gemeentebestuur minder geld te besteden heeft, doen jullie het mooi zelf? De gemeente is sterker nog, Marcel Pullen, onze wijkcoördinator, die kwam hierachter en die zei ook van, oh leuk initiatief, ik ga nog bijdragen in die bloemenstroken. Dus de gemeente gaat zelfs nog bijdragen.